Tarieven toevoegen. Klik op Contentbeheer om tarieven toe te voegen. Klik vervolgens op de kamer waarvoor het tarief moet worden toegevoegd. Het scherm met alle instellingen voor dit kamertype opent nu. Klik onderaan, rechts naast de foto, op de link Add Rate to this Room. Vul een tariefnaam in, bijvoorbeeld Standard Rate. Vul in voor hoeveel personen dit tarief geldt. Vink één of meerdere garantiemethodes aan, bijvoorbeeld creditcardgarantie. Kies of het ontbijt bij dit tarief is inbegrepen. Kies of dit tarief geannuleerd kan worden. Mocht het tarief geannuleerd kunnen worden, vul dan in hoeveel dagen voor aankomst er geannuleerd moet worden. Als het tarief afwijkende annuleringsvoorwaarden heeft, vul deze dan in. Zet Show Rate op Yes als het tarief zichtbaar moet zijn. Zet Is Active Rate op Yes als het tarief geactiveerd moet worden. Vul bij Close Rate in vanaf hoeveel dagen voor aankomst het tarief automatisch moet sluiten. Laat dit veld leeg als het tarief tot de aankomstdag boekbaar mag zijn. Ga nu verder met het vullen van de standaard beschikbaarheid en prijzen. Als er een Channel Manager gekoppeld is, raden wij aan om een Default Availability van 0 en een fictieve prijs van 500 in te vullen. Als de prijzen en beschikbaarheid handmatig worden beheerd, kunnen hier de standaardwaarden worden ingevuld. Zonder Channel Manager is het ook mogelijk om prijzen en beschikbaarheid voor bepaalde periodes handmatig te wijzigen. Dit wordt in de video Prijzen en beschikbaarheid per dag wijzigen uitgelegd. De instellingen voor extra bedden bij Set Extra Bed Rates wordt in een andere video uitgelegd. Zet deze instelling voor nu op 0. Druk op Save om alles op te slaan. Het tarief is nu toegevoegd onder Basic Room. Het tarief kan eenvoudig worden gekopieerd om hetzelfde tarief voor bijvoorbeeld één persoon aan te maken of om tarieven naar andere kamertypes te kopiëren. Dit wordt in de video Tarieven kopiëren uitgelegd.